De love werkt. Ja. percentage? 93,4 procent. Oh shit. Verslaafd aan helpen. Het is een overlevingsinstinct. Dit ja. doet de natuur automatisch door jou heen. Maar als je hier dus, zoals jij dan of ik, mee gaat stoppen. dan word je geconfronteerd met schuldgevoel. Ja. Zeker als de mensen om jou heen verslaafd zijn geworden. Codependent, dependent, dependency betekent eigenlijk gewoon verslaving. En wat je altijd geeft, is je gaat een shitload aan vrienden. Verliezen. Hoe meer codependent, hoe meer jeugdtrauma daaronder zit, hoe nou dan op een gegeven moment wordt het echt een tiran. Dan voelen mensen echt dat hier een soort Adolf Hitler of wat dan ook zit. Je hebt borderline, of je hebt een narcisme, of je hebt een bipolaire stoornis, of je bent depressief. Je zegt dus dat is geen gedragstoornis, maar dat is codependentie. Zo reageer je altijd op situaties, vooral in relatie. En het is niet wie je bent, het is wie je geworden bent, hoe je bent gaan reageren op de wereld. only in the darkness did i find my light engage my lower and my higher while i'm in between the fight of wrong and right role-playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces tricks of ego trips journeys to nowhere now, here we are, in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed, in feared shadows, just craving to be expressed. Welkom terug allemaal bij een nieuwe podcast van Wijsdom. Mijn naam is Senna Orsi en ik zit hier vandaag met Lars Faber. Yes. Kun je een klein beetje vertellen over wat je allemaal doet? Nou, ik ben Lars Faber. Ik ben 54 jaar getrouwd, 20 jaar. Nou nee, 18 jaar, maar 20 jaar bij elkaar. Mooi. Twee jongens, 16 en 18. Ik um, heb heel lang in Nederland gewerkt met medicijnplanten kennen. Mensen, sommige mensen bijvoorbeeld met ayahuasca en dat soort dingen. Heb ik een aantal jaar mee gestopt. En vanaf dat moment ademcoaches gaan opleiden. Dus in het ademwerk. Ja. Dat is mijn werk. Mooi. En ik ben schrijver. Schrijver van verschillende boeken. Je hebt me net een ja. boek gegeven. Ja, 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 ja. Kun je heel kort vertellen waar dat over gaat? Nou, dat is een sprookjesboek. Een sprookjesboek dat heb ik gewoon echt uit, uit liefde en plezier geschreven. Het gaat over relatiepatronen. Ja. Dus dat is een van mijn hele grote interesses. Om in dit leven nog door te gaan krijgen hoe dat werkt met relaties. <laughs> Dat is wel een heel ingewikkeld thema. Absoluut, absoluut. Ja. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. In elk geval een onderdeel mm -hmm. van relatiepatronen, codependency. Ja. Maar voordat we zover zijn, eerst even voor de nieuwkomers. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan even rechts onderaan dit schermpje. zie je een knopje met subscribe of abonneer. Doe dat, want het maakt echt onwijs veel verschil voor mij. En ik beloof dat ik de content elke keer steeds meer beter maak. Dat moeten we nog maar zien vandaag. Ja. <laughs> Uh oh, nu wordt de druk heel <laughs> hoog. Nou, <laughs> eens even voor de mensen die codependency als woord, uh, als, als mechaniek niet kennen. Mm -hmm. Ja, um, ik ken het woord, en jij misschien ook al heel lang. Ja, en maar men... ik moet eerlijk zeggen dat ik het kende in, in relatie met drugs en verslaving. Ja, daar, daar, komt, het daar komt het vandaan. Daar okay. komt het vandaan. Daar, zo kende ik het ook. En daarmee had ik het een soort afgelabeld van, oh dat heb ik dan tenminste ja. niet. Godzijdank. Godzijdank, Maar dat woord is eigenlijk achterhaald, in ieder geval in die betekenis. Dus vroeger was het inderdaad de partner, de enabling partner van iemand die drugs of alcohol verslaafd was. Zo, zo werd de codependent gezien. En uh, dat wist ik, ik ben zelf... En wat betekent het dan in, in, in die zin? Nou, dus degene die eigenlijk de, de verslaving in stand houdt. Dus die de verslaving mogelijk houdt. Want ja. hij, hij is of zij is zo zielig. En ja. Ja, hij heeft echt beloofd dat hij gaat stoppen. Weet je, en zo. Dat was de codependent partner. En ook dan dat je zegt: van, Oh, wij gaan samen stoppen. Samen en dat gaan je, we stoppen. Dat je maar een Volgende beetje week. op elkaar zit te rekenen. Ja, ja, ja. vanaf maar. En dan nog één keer naar Dance Fanny en dan stoppen we. Ja, 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 precies. En dan begint de ander weer en dan denk jij: Oh ja, ik begin dan ook. Ja, weer. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Dat is inderdaad ook hoe ik het woord ken. Mm -hmm. Maar in relatie tot relaties? Nou, in relatie tot relaties. Um, juist door dat woord zo afgevlagd te hebben. Dat is bijvoorbeeld het woord God. Dus kan je ook gewoon afvlachten van ja, ken ik. Ik ken je helemaal niks van. Want het is onkenbaar. Ja. He, maar zo was dat woord voor mij dus eigenlijk ook een soort van afgevlacht. Heb ik niet uh, totdat ik een jaar of zeven, acht ongeveer geleden. in de problemen kwam met relatie. mm. relaties. Tanja en ik hebben een open relatie. Mm -hmm. Al twintig jaar. We zijn getrouwd. Uh, he, dus ik heb ook wel eens relaties ernaast gehad. En ik had alleen maar gedonder. En voor mijn duidelijkheid, bedoel je dan relaties, liefdesrelaties? Ja, liefdesrelaties. Of... Oké, okay, dus ja. jullie zitten in een, uh, niet in een monogame relatie. In een open relatie. Open relatie, ja. Ja, ja, zo, ja, zo okay. zijn we begonnen. Zo ja. we elkaar ontmoet als partners, zeg maar. Ik werkte daarom al twintig jaar. Ja, <lacht> <lacht> nou, dat, ho dat hoopte ik dus. Ik heb daarvoor een lange relatie gehad van twaalf en een half jaar. Daar ben ik ook getrouwd in geweest. En dat ging mis, omdat het echt helemaal doodbloerde. Dus ik dacht, Antoine als, als... had hetzelfde in haar relatie. Dus mijn, mijn vrouw die had hetzelfde. Precies, van als we dat nou gewoon openlaten, wie weet bloedt het dan niet dood? Nou oh ja, mooi. Nou, dat is gelukkig ook niet gebeurd. Maar natuurlijk, in iedere relatie krijg je allerlei gedoe en gedonder. Uh, ik ben zelf relatiecoach. Daar ben ik in opgeleid. Ik ben opgeleid in dialog en relatiecoaching. Dus ik weet daar echt een heleboel van. Het nou, is mijn persoonlijke interesse. Uh, zulke stapels boeken doorgeworsteld. En toch bleef ik zelf met mijn neus. Tegen de lamp lopen, ja. iedere keer weer, ja. in relatiepatroon. Is ook wel een ingewikkeld dingetje, hè? Dammit. <laughs> hey, je zei het bij de deur net al. <laughs> ja, precies. Ja. Oké, okay, en, en uh, wat was dan uh, concreet voor jou het, het dilemma of het probleem waar je tegenaan liep? Nou, dat zijn verschillende. En daarom vind ik dit juist een ongelooflijk interessant onderwerp. Want met Tanja, Tanja is een hele veilig vrouw. He, even dat woord gelijk inbrengen, veilige hechting, uh, relatief. Ze heeft ook haar eigen issues meegemaakt, maar nou, er is een zwaantje, zoals ze zelf zegt, zij wil tot de lengte der dagen bij me blijven. En ik had dus iets van, maar ik weet dat nog niet zeker. Dit wordt ja, wel heel ja. veilig voor mij. Veilig voor mij wordt een soort be, bijna bedreigend en verstikken. verstikkend effect. Ja, dus ik heb onder andere, heel fijn, een vermijdende hechtingstijl, een avoidant hechtingstijl. Uh, maar ook angstig, dus ook angstig. Dus ik ben zowel angstig als vermijdend gehecht. Dus, dus nou ja, links of rechtsom brengt mij in de problemen. Nee. Dus met Tanja liep ik daar tegenaan. aan. Ik trok daarnaast ook vrouwen aan waar ik echt dysfunctionele relaties mee kreeg. Met Tanja, wij kunnen rustig oud worden met elkaar, dat gaat goed. Maar dit ging, dit, die, de relaties die ik daarnaast had, ik trok een bepaald type vrouw aan. Waar ongelofelijke ruzies uitkwamen, waar echt een nare patroon uit ontstonden. En ik snapte er niks van. Ik snapte er, ik snapte er echt helemaal niks van. was gewoon in het donker lopen, En continu je hoofd stoten ergens tegen en niet weten waar het vandaan komt. Echt gewoon niet weten. Tot de laatste keer dat mij dit gebeurde, en de toenmalige uh, partner die zei tegen mij: Heb jij wel eens gekeken, wat was jouw aandeel? Zo begonnen, wat was jouw aandeel? Begon, was jouw aandeel? Hmm. Ik snapte het niet, want ik, had, ik heb hier bedding aangegeven en. Het ligt het ik probeer, niet aan mij, ligt niet aan mij. ik probeer te redden, ik probeer overeind te blijven. Ja, en dat redden dan. Ja. Dat zei ze letterlijk bij toen we uit elkaar gingen. Ah. En dat redden dan. En daarvan had ik natuurlijk altijd als jongetje, hoor, dat komt in dat boekje wat ik je gaf, komt dat, dat verhaal ook terug van mezelf als jongetje, ging ik mijn vader redden. Mijn vader was zielig, die was in de Tweede Wereldoorlog was die Bevrijdingsdag ergens overheen gestruikeld, over een hek, zijn voet gebroken. Al dat soort verhalen daar was ik een kleine therapeut. Ik ging naar luisteren. Die voor ik ook coach en therapeut geworden later. Ik ging naar luisteren. Later was ik mamas grote jongen die ging helpen. Dus dat helpen en redden dat was mijn tweede natuur geworden. Is dus niet mijn eerste natuur, maar het was mijn tweede natuur geworden om een ja. beetje liefde te verdienen in ah, ja. dat huis van herkomst. Dit is heel herkenbaar voor ja? mij. Ja, altijd me helpen mm -hmm. en helpen. En een paar jaar geleden was ik in Ibiza en toen kwam ik een dame tegen en we hadden hele diepe gesprekken. En toen vertelde ze ineens van, uh, ja, misschien help je wel vanuit je eigen ego. En ik werd zo. Ja, getriggerd. Je boos? helemaal niet. Ik help omdat ik mensen graag help Precies. en ik ging het helemaal verdedigen. En toen zat ik thuis, thuis in het huis wat ik huurde. En ik dacht, maar waarom ben ik zo getriggerd door wat ze zegt? Waarom mm. raakt het me zo? Ja. En vanaf dat moment ben ik er eigenlijk op gaan letten en het gaan onderzoeken. Van me. Wat is dat in mij dat ik mensen zo graag wil helpen? Ja. En dat was inderdaad ook een vorm van gezien worden, ja. gewaardeerd worden, ja. Ja, ja, ja. gehoord worden. Dus dat is eigenlijk helemaal niet een pure intentie. Het is wat je bent gaan doen. Ja. Waarschijnlijk in je gezin van herkomst, kan ook op andere manieren, om toch een beetje in die kruimeltjes van liefde te verzamelen. Ja. Ik weet niet of dat in jouw geval zo was, maar dat was bij mij zo. Nou ja, ik, ik, ben, ik zit in het midden, dus ik heb twee boven me: een mm -hmm. broer en een zus, en ik twee onder me. En ja, ik ben dus wel echt die schakel, zeg maar. Dus het was altijd ja. alles overal proberen te lijmen en hier te fixen en dat voor... Een soort harmonie een beetje, ja, een beetje harmonie ja. proberen ja. te behouden. Ja. Dus ook heel snel verantwoordelijk voelen voor iedereen. Ja. ja. Dus ja. dat is wel heel herkenbaar, ja. Interesting. Ja. ja. Nou, daar hebben we al een patroon te pakken. Kijk. <laughs> Dit is namelijk zo'n belangrijk stuk. Anders dan ja, snap ik mijn eigen fascinatie hiervoor ook niet. Want die moet je zomaar voorstellen. Ik ben daarvoor al bijna 40 jaar bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik ben er als jongetje mee begonnen. Altijd, ik dacht mezelf door en door te kennen. Door ja, en door. Dat denken we allemaal. Precies. En dan komt er dus zo uit het niks zo'n patroon door een ex-partner gespiegeld. Van, oh, en dat redden dan. En daar ben ik op gaan zoeken. Ik zei: Nou, ik ken dit niet. Ik wist dat, ik wist dat niet van mezelf dat ik dat deed. In, nou, in Nederland redder, redder, Vond ik niks op. Nee. Toen ging ik het vertalen in het Engels, Savior, nee. en toen vond ik iets. Toen vond ik iets van Savior Syndrome of zo, ja, weet ook. je zoiets. En dat werd geschakeld naar dat woordje codependency. Toen dacht ik: codependency, dan komt, komt die hersen, uh, die, die kronkel weer van: nee, dat kan het niet zijn. Ja, dat kan het wel zijn. Verder lezen, verder lezen, en toen vielen voor mij de kwartjes. Toen had ik zoiets van: oké, okay, dit is zo'n grote blinde vlek. Hier kom ik niet meer omheen. Hier ga ik gewoon nu mijn missie van maken om dit echt tot achter de komma te doorgronden. Ja. Hè, in ieder geval dat eerste patroon dat ik er tegen. Als je kijkt in verhouding, hè, hoeveel mensen denk je dan um, hoeveel mensen zouden er in een codependency relatie zitten? Nou, ja. Ten opzichte te van gezonde relaties. Het is bijna niet te schatten. De, als je naar de wetenschappelijke cijfers kijkt, hè, dat zeg ik ook wel vaker, En dan gaan nu al mensen in de comments die gaan antwoorden, ja. hey, dat klopt helemaal nee. niks van. Als je dus de wetenschap erop navolgt, dan is ongeveer 50% van de mensen veilig gerecht. Hoeveel? Hè? 50. Zijn 50% de? van de mensen heeft een, veilig, een relatief veilige hechting. 25% is ongeveer... Uh, Angstig gehecht, 25% is uh, vermijdend gehecht. En dan heb je nog een percentage wat het dus, zoals ik dan, die heeft de hoofdprijs, die heeft ze allebei, zeg maar. Maar ik geloof dat ook niet. Ik geloof die cijfers niet. Je kunt die cijfers in het boek van, dat heet Verbonden, van Levier, uh, voor de mensen die het op willen zoeken, daar komen die cijfers ook in terug. Um, ik geloof het niet. Ik geloof dat als je naar de huidige wereldbeeld kijkt, ik denk dat misschien wel 70, 80 procent van de bevolking. Ja, daarom vraag ik het. Ja. Omdat, kijk, ik heb sowieso niet heel veel mensen in me om me heen waarvan ik denk: van, oh, die, die, die hebben echt een hele gezonde, stabiele relatie. Mm -hmm. En als ik dan ook naar de dynamieken kijk binnen de relatie, dan merk ik vaak codependency op. Ja. Maar ook als je dat dan teruggeeft, wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Nee, natuurlijk niet. Maar ik zie maar weinig mensen die echt veilig, echt zijn, en een hele stabiele, gezonde relatie ja. hebben. Ja. Nou, ik woon in een wijk in Den Haag, in een echt een oudbollige buurt. En daar, als ik daar om me heen kijk, denk ik, nou, die, die 50% zou wel kunnen kloppen. Allemaal hmm. fijne gezinnen, de kindjes gaan naar hockey en uh, papa brengt ze even verder. Het is allemaal gewoon een beetje zoals het gezinsleven 50 jaar geleden was. Maar, als je over het algemeen kijkt, denk ik in de Nederlandse cultuur, ik denk dat er heel veel mensen dit gaan herkennen al. Dit, dit patroon wat jij beschrijft en wat ik beschrijf, dat heb ik dus uiteindelijk in een archetype gevangen. Dat heet de helperholic. Ja, ja. Verslaafd aan helpen. Ja. Dus jij, maar ik ook, wij krijgen onze waardering als we voor iemand anders van betekenis kunnen zijn dan. Voelen we ons net iets ja, fijner, net ja. iets beter, net iets groter, net iets solider. Deel wat we vroeger in onszelf ervaren hebben, wat ja, dat zichzelf niet de moeite waard vindt of niet goed genoeg of whatever daar voor overtuiging onder zit, die wordt voor even overschaduwd. Ja. Dat had ik zeker in de relatie, dat er een leuke jonge vriendin erbij had die me helemaal fantastisch vond. En, ja, dan, en, en dan kon ik ook nog de grote helper zijn. Ja, dan hoef ik die pijnlijke stuk in mezelf dan niet meer te voelen. Nee, nee. Ja. Die kan je dan negeren. Die kun je gewoon negeren, maar die, 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 die bestaan op dat moment gewoon ook niet. Dat is zo mooi, maar ook weer niet. <laughs> <laughs> Want dat knalt uit elkaar natuurlijk. En kun je misschien even wat um, signalen benoemen, hoe je zou kunnen herkennen dat je codependent bent. Want ik weet nou, zeker dat er misschien wel mensen nu kijken die denken van, nah, not me. Nee, 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 precies. Uh, dan, dan, dan structuurtechnisch, zeg maar, anders krijg ik een soort bom in mijn brein. Wat ik gedaan heb, is codependency in vieren geknipt. Dus ik ben die stapels literatuur, echt, ik word af en toe gek van mezelf, dan word ik zo hyperfocus, dan moet ik alles lezen wat hier ooit over geschreven is. Zeg maar. Ik ben dat uit gaan spitten, zeg maar, rode draden in gaan maken. Dus ik heb codependency in vieren geknipt. En dit is één draadje codependency. He, dus de, we kunnen daar ook die andere drie nog wel verkennen, Maar deze is als je geen eigen behoeftes hebt. De behoeftes van een ander voorop zet. Ja. Uh, de ander belangrijker maakt. Moeilijk hebt met keuzes maken. Dat heb je vaak als, als kindje al uh, ervaren. Als je de ja, behoeftes van een ander voorop zet. Ja, uh, kies jij het restaurant maar waar we vanavond nee, heen gaan. Het ja, ja. is ook wel een <laughs> vrouwen ding. <laughs> Wordt wel eens gezegd. Ik heb het niet gezegd, maar maar uh, zeker een codependent uh, ding, en zeker van Harper Hollick. Die heeft gang, ja, die wil eigenlijk blenden, samensmelten, symbiotisch worden met de ander, want dan voelt hij of zij zich veilig. Ja. Dan ben ik oké okay als iedereen niet oké okay is. Eén worden. Eén de worden. Samensmelten met de ander. Precies. En dat was ook uh, dus tussen, tussen Tanja en mij. Dat is een van de dingen die ik met dat speurwerk godselijk ontdekt hebben. Wij waren één geworden. We vulden elkaar zinnen aan. We waren nog net niet het ANWB-stel met dezelfde jas. Maar is dat ook niet de bedoeling? Ja. Dat je... Daarvoor zit je toch in een partnership met iemand. Juist toch om die samensmelting. Of ben ik nu mezelf goed aan het praten? Eventjes. Eventjes. Als je dus, zeg maar, zoals de natuur het bedoelt heeft... of de evolutie het bedoelt heeft... als je een gezin gaat smeden... en je gaat... Een veilige basis maken voor dat nest, dan is het fantastisch. Dat hebben we ook ervaren om samen te smelten. We hadden een boerderijtje in Drenthe. Daar hadden we een spiritueel centrum. Daar werkten we 24-7 samen. We waren er altijd voor de kinderen. Waren letterlijk, ik doe ook zo, we waren letterlijk die koepel voor die kinderen. Ja. En dat was in die fase precies goed. Je krijgt daar ook de bepaalde hormonen geactiveerd, ook als man in je systeem. Veel meer oxytocine, waardoor die hechting mogelijk wordt. Totdat die kinderen op een gegeven moment groter worden. En allerlei andere delen in onze psyche, maar ook bij Tanja, maar ook bij mij, gaan wringen. Ah ja. Want die willen die twee bewegingen zeg maar, van hechtingen, dus je hebt dus aan de ene kant is het symbiotisch worden, maar de andere is autonoom zijn. Dus liefde en ruimte, dus in, in die twee vlammen van de liefde, daar kan die lemnis gaat ontstaan, daar gaat liefde stromen. Maar ga je te veel in die symbiose zitten, dan gaat het de, dempen. Niet bij iedereen. Dus je hebt ook mensen die zijn hun hele leven gewoon hier dolgelukkig mee. Er ja. zijn twee zwaantjes, zeg maar. Nou, die kunnen oud worden. Dat zijn onze opa's en oma's die uh, op een stokje liepen samen. En... en nog steeds samen zijn. Ja, en nog steeds samen zijn en wachtend op de postbode. En, uh, ja. Maar er zijn dus ook mensen die, zoals ik dan, ja, daar gek van worden. Maar ook weer niet. De eerste tien, twaalf jaar van onze relatie kon het mij ook niet symbiotisch genoeg. Dus ze zegt, het is meer afhankelijk van de fase van de relatie waarin je op dat moment zit. Dat denk ik. En dat het niet voor de rest van je leven op die manier is. Hm. Ik denk dat heel veel mensen, en vooral vrouwen, gaan vloeken in de kerk. Ja, ja. ja. Echt? Dus mensen. Ja. <laughs> Schrijf de comments maar vol. Dat <laughs> mag ze niet uitspreken, dadelijk hoort mijn man het. Maar dat is. <laughs> ja, ik, ik, ik... dat denk ik nu dus ook, omdat ik heb een beeld van hoe je een. ...gezonde relatie zou kunnen hebben. Ja. En dat is inderdaad wel echt een soort van samensmelting ja. met de ander. Ja. Natuurlijk, het is ook heel belangrijk om autonoom te blijven. Maar als je niet kan samensmelten met de ander... Mm -hmm. ...en dat niet de bedoeling is, kan je net zo goed alleen blijven. Nee, maar ik, ik, ik geloof allebei. Dus ik geloof in samensmelten en ik geloof in op je eigen benen. Dat nou, is een dans. Op ja. je eigen benen een dans. Maar de meeste, inclusief ikzelf, verliezen zichzelf... Ja. In Dat samensmelten. Ja, ja, dat is wat ik nu ook aan het leren ben. Mm -hmm. Van oké, okay, kan ik autonoom blijven in de samensmelting? Mm -hmm. Oeh. <laughs> ja, dus dat, dat is wel iets wat ik nu, merk ik, uh, probeer te leren. Ja. Omdat ik wel heel erg behoefte heb aan die samensmelting, maar ook behoefte heb om mijn eigen persoon te kunnen zijn en ook voor mezelf te kiezen en niet altijd maar voor gemeenschappelijk belang en ja. de anderen voorop te zetten. Maar ...daarin eigenlijk dus mezelf niet te verliezen. Ja. ja, ja. Veel plezier. Ja, nou, veel plezier, veel succes. Ja, veel succes. Ja, ja het is een mooie opgave. Maar ik denk, ik denk dat we hier gewoon wel de twee basis... ...ingrediënten van een relatie mee te pakken hebben. Ja. Maar dat we allemaal de neiging hebben... Um, ...die is niet van mij die hypothese. Die hypothese is van David Schnartz. David Schnartz is een, echt een super fantastische... ...relatiecoach. Internationaal. Ja. Um, die zegt ook van, dit is de bedoeling van relaties. Dat samensmelten, dat, dat ga je nou eenmaal doen. Maar daar komt ook gedonder van. Daar komt vroeger of later, afhankelijk van wat je als mens in dit leven, als levensdoel hebt. Als je als levensdoel hebt van, joh, we willen als twee b setjes gewoon door het leven en elkaar zinnen aanvullen. En dat vinden we allebei prima. Ja, prima. Maar, um, ja... Wij hadden daar al, ik had daar in ieder geval de meeste moeite mee op een gegeven moment, symbiose. Tanja uiteindelijk ook. Ja. Die voelt nu ook van, oh, het is eigenlijk ook wel eens lekker dat jij er niet bent. We hebben nu twee huizen in dezelfde straat. Hmm. Dus we woonden altijd in dat nest samen. En nu is het gewoon... En nu wonen jullie apart? Ja. Dus zijn in één huis, jij in één ja. huis. Ja. En dan af en toe komen we bij elkaar logeren. Af en toe gaan we uit. Gisteravond... Uh, Mocht ik ergens ecstatic draaien, komt ze heel lekker dansen, weet je. Dus ja. we hebben echt nog steeds een onwijs fijn leven samen. Maar er zit nu veel meer ruimte in, waardoor het ademt, waardoor het kan leven. Mooi. Ja. En in deze levensfase werkt dat, maar met kleine kindjes werkt dat niet. Als je, je kleine kindjes hebt, dan moet je gewoon die bedding geven voor die ja. kindjes. Ja. Ja. Oké, okay, interessant. En dit was dus één? Dit was de eentje. Dus de helperholic... Uh... Helper, hollek, en die heeft dus een, as een aantal aspecten ook. Dit kan een pleaser zijn. Een pleaser is meer van: ik voel voor iedereen aan wat hij nodig heeft. En dat heb ik al gegeven voordat je nog maar ja, geroepen hebt. Voordat maar, je me hoeft te vragen. Ja, ja enorme werkpaarden. Als er ergens in een advertentie zou staan: gevraagd een duizendpoot voor de afdeling. Ja, nou, en dan voor iedereen doe je altijd alles wat er, uh, ja, wat er gedaan moet worden. Het ene aspect daarvan, het andere is dus die redder. Dat is meer mijn kant. Dus ik ben dan wel die helper, maar dan niet zozeer de pleaser, maar meer aan de redderkant. Dus valt er ergens een damsel in de stress, of een kind, of een dier, of wat dan ook te redden, dan roep me maar. En ja, dat is gewoon een rol van kind af aan. Uh, die zit sowieso in ons mannen al. We willen allemaal politieman, uh, brandweer worden als we, als we kindje zijn. We een Grote, stoere redder zijn. Maar uh, in relaties is dat een nachtmerrie. Het lijkt me wel de bedoeling dat je elkaar helpt. 100 En dat je er voor elkaar Tuurlijk. bent. Wanneer weet je dat je de, de savior bent, of de helper of de pleaser? Als je met je neus tegen die eerste decorstukken aan beukt. Want wat, wat je, wat ik in dit patroon ga doen, is de verantwoordelijkheid bij de ander. Oh, maar dat doe ik wel voor je. Oh, ja. dit, kan je, dit, dit pak ik wel. Dit, dit draag ik wel voor je. Weet je? Ja. Dat, nou, ik kan dat wel hebben. En daarmee uh, ja, verhinder je de ander dat hij zijn les leert en zijn verantwoordelijkheid pakt. En dat gaat vroeger of later ja, ja, exploderen natuurlijk. Want... Dat is voor mij de reden geweest om, om erop te letten en mee te stoppen. Mm -hmm. omdat ik, ik had natuurlijk eerst door van oké, okay, ik doe dit helemaal niet vanuit een echte pure intentie. Kennelijk doe ik dat ongezien en gehoord en, en gewaardeerd te worden. Maar ook omdat ik realiseerde van je ontneemt eigenlijk andere mensen hun... Hun mogelijkheid om te leren en om ja. te groeien. Als je alles maar blijft fixen voor ze, kunnen ze mm -hmm. dus het niet zelf gaan doen. Ja. Dus eigenlijk hou je mensen daarin ook klein. Ja, onbewust. Ja. Je hebt nog niet door dat je het doet, want je voelt je dus toch zo goed bij. En die anderen ja. ook, in eerste instantie. Alleen er komt één probleempje, en ik weet niet of dat voor jou of voor jouw kijkers geldt, maar als je hier dus, zoals jij dan of ik, mee gaat stoppen, dan word je geconfronteerd met schuldgevoel. Ja. Dan krijg je vaak een torenhoog schuldgevoel. Ja. Zeker als de mensen om jou heen verslaafd zijn geworden, codependent, dependent, dependency, betekent eigenlijk gewoon verslaving. Je hebt verslaafd geraakt aan jou. En wat je altijd geeft is, je gaat een shitload aan vrienden verliezen. Je gaat ruzies krijgen. Dus ik heb een, een, een groep opgericht toen ik dit ontdekte. die heet vrij van Co-Dependency, Er zitten inmiddels in twee jaar 6500 mensen in. Nou. Als ik dit verhaal hier post, dan komen er gelijk 30 Oh ja, heb ik ook. Oh, ja. Al mijn vrienden kwijt. Al mijn, al mijn vrienden. Dat, misschien dat er wel de helft van de groep dit zou antwoorden. Dus het is, het is een soort. Je gaat ergens in poken, waar je ja. misschien niet altijd in wil poken. Als je, ik had wel op een gegeven moment van: ik wil dit gewoon nu doorhebben. En ermee stoppen en leren. Dat schuldgevoel gaan leren trotseren. De, de schaamte die erbij zit, die zit er ook onder. Het is dus de schaamte over de oorspronkelijke identiteit. Ja, het is, een, heel, het is een, soort, uh, een soort rabbit's hole van, uh, van, van Alice in Wonderland. Van, van, van hoe diep gaat dit? Ja, maar waar komt het vandaan? deze... Weet je zeker dat je in dat konijnenhol wil? <laughs> Let's go. <laughs> ja, het zit hem in de vroege jeugd, het zit hem in de eerste uh, zes jaar. Dus hoe jij gehecht bent aan jouw eerste opvoeders, die bepaalt welk van deze vier. Uh, hechtingspatronen, je ingaat. Oké, wacht, wacht. Ik beroep me even op mijn toezegging. <laughs> Oké, okay, je wilt terug. Voordat we, terug. Voordat, okay. voordat we erin gaan, laten we eerst alle vier de, de types doen. Ja, 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 misschien zitten er nu mensen te kijken. en denk van ja, nee, ik ah, ben geen dat? Nou. maar ik, ik ben wel codependent. Dus laten we even alle vier afgaan ja. en dan de diepte ingaan. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Ja. Dan hebben we die halperholik, die hebben we nu gehad. En die ik zal vast daar vast een clue geven voor de mensen die hier nu in zitten. Die is ooit in het leven gekomen door wat je noemt, dus een trauma response, een fawn-response. Fawn is behagen. Dat is jezelf kleiner maken. Uh, als je door iemand, uh, als er agressie is op straat, kan je een aantal dingen doen. Je kan gaan vechten, kan je gaan vluchten, je kan in elkaar zakken, je kan op bevriezen. Maar je kan ook heel leuk en heel liefelijk gaan doen om het gevaar af te wenden. Ja. Dus dat is wat deze helperholic ten diepste is gaan doen. Dan hebben we toch een stukje van dat mysterie van vroeger. Hebben we de oplossing? Dat ben je als kindje ooit gaan doen. Je bent gaan harmoniseren. Je bent papa-mama. Kleine adviseur geworden. Je bent gaan bemiddelen. Dus je weet. Daar ontstaat zo'n patroon. In de eerste zes levensjaren. Zonder dat je ervan weet. Want jouw neocortex is nog niet ontwikkeld op het moment. Dus er is geen feitelijke informatie hierover opgeslagen. Je bent het gewoon gaan doen. Ja. Dus het voelt als jij. Ja, klopt. Heel veel mensen die hier nu bewust van worden. Die zullen zeggen: ja, maar dat is wie ik ben. Ik ben de. De liefste van het buurtcentrum. Ik ben de wijkverpleegkundige die een goed woord zegt voor iedereen. Nee, dat is vaak wat je bent gaan doen. En blijf dat in godsnaam ook doen. Want daardoor blijft een maatschappij ook nog enigszins menselijk. En heel vrienden en familie behouden. Absoluut, ja. Maar je hebt gelijk, uh, jij houdt de structuur aan. Dus de, dat is de eerste patroon. Het tweede patroon wat ik ontdekte bij mezelf, dat zijn er dus vier. Uh, dat is het patroon van liefdesverslaving. Mm. Eigenlijk kun je zeggen verslaafd aan aandacht. En het archetype die ik daarvoor gekozen heb, die heet in het Engels dan de Love Addict. Ja, ik heb jouw testje gedaan ja. op je website. Vertel. Raad eens welke bovenaan staat. Ja, nou, je geeft het nu een beetje aan. Ja, de Love Addict? De Love Addict. Wat ja. percentage? Uh, 93,4 procent. Oh shit. Ik weet niet of we nog verder moeten gaan. Nee, nee. Ja, ja. 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 Maar ik merk dat ook, hoor. Uh, niet alleen in relaties met, met, met mannen, maar ook gewoon in familie en vrienden. Ja. Heel, ik hou me heel erg bezig met mijn kring. Ja, ja, ja. ja. Heel en klopt het dan ook? Dus eventjes, even kijken of de hypothese is erachter klopt. Klopt het ook dat je vroeger als meisje aandacht moest trekken om gezien te worden? Vooral bij papa? Uh, ja, papa was er wel. Ja. Hij was fysiek ja, wel ja. daar. Ja. Uh, maar niet, in, niet, niet veel in spelen. Niet emotioneel en... beschikbaar. En, uh, nee, 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 maar daar zit hij ja. vaak. Daar zit hij. Mijn papa die was er ook. We worden even klein. Ja. Ja, die was, hij was vaak in het buitenland ook wel. Maar... Ja, same. Dan zat hij op zijn kamer met stukken. En dan moest ik, de, de, je moet de aandacht trekken, omgezien Er is geen echte gevoelde welkom of interesse. Ja. Daar komt hij vaak. Er zijn een aantal dingen waar hij uit voort kan komen. Je kan ook het zwarte schaap van de familie zijn, bijvoorbeeld. Ja. Of, maar hij kon echt uit de aandacht willen trekken. Ja, ja en er komt nu ook ineens uh, een herinnering boven. Mijn vader keek best wel veel tv en dan ging ik altijd de afstandsbediening verstoppen. Okay. Omdat ik dan hoopte dat hij geen tv zou kijken. Oh ja, 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 dan was hij natuurlijk boos daarna. Ja. ja, is dat ding? Dat heb ik ook één keer gedaan met zijn cheque. Huh? Oh. Dat doe ik nooit meer. <laughs> nooit meer. Nee, nee, nee. nee maar dat, 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 het credo van dit archetype is zie mij. Yeah. En die is ook echt. Die eerste is ook wel lastig, maar die heeft nog een soort. Nou ja, die is maatschappelijk natuurlijk gewenst door iedereen. Je bent de, 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 de gangmaker, je bent de, de, smeer, de Haarlemmer smeerolie van een familievriendenkring, op je werk wat dan ook. Dus die is echt sociaal gewenst. Die love, it, ik als je die doorkrijgt van jezelf, dan heb je bijna in eerste instantie het gevoel zo van. Hmm, moet ik daarna maar een beetje pathetic of zo, weet je. Een beetje, mm. Dat was bij mij in ieder geval. Totdat je op een gegeven moment. En het gaat om al deze archetypes. Dat je je bewust wordt, dit is gewoon wat ik doe. Dit is wat ik doe. Dit is waarom ik destijds in ieder geval een open relatie wilde. En zoveel aandacht van verschillende vrouwen wilde. Dat voedde dit deel. Ja, en als je dus geen compassie hebt, als je geen inzage hebt in wat daaronder zit. Dat daar een jongetje, in mijn geval of een meisje bij jouw geval, onder zit. Wat vroeger thuis gewoon ja, mee kon doen. Maar gewoon niet echt gezien werd. Of niet echt zich welkom daar voelde. Dan wordt het al een heel ander verhaal. En dan kan je nog steeds ja, met een beetje uh, hoe zeg ik dat een beetje zen, een beetje schaamte kijken naar het patroon van hier en nu. Maar het is gewoon wat het is. Ja. Dan ja. wil ik ook mensen ook echt op het, op het lijf drukken, hè? want dat zie ik vaak in die codependency groep. Die doen ook dat testje wat je gedaan hebt. Um, als ze dan in eerste instantie daarmee geconfronteerd worden, dan slaan ze zichzelf vaak eerst een hele tijd uh, op een, met een karwads op hun rug. Zo, van, het is niet goed. Een van de aspecten van codependency, dat is ook een van die, van die noten die ik op een gegeven moment moest kraken, is dat bijna iedereen die dit in wat grotere mate ontwikkeld heeft, ik ga weer een hypothese testen, een vrij sterke innerlijke criticus heeft. Die hmm. jezelf op je donder geeft, die jezelf vooruitjaagt, je perfectionistisch, perfectionistisch het moet is. Beter. Het moet Altijd beter. moet het beter, ja. het moet sneller. Ja, um, ja. ja dus dat. dat die hebben we overigens allemaal, hè? want jong, of niet jong, maar Freud die heeft die al als het uh, superero beschreven. Maar dit gaat echt om de innerlijke kritiek. Er dus gaat er eentje echt die naar kan zijn, die vals kan zijn. Hoe, hoe meer codependent, hoe meer jeugdtrauma daaronder zit, hoe na nou, dan op een gegeven moment wordt het echt een tyran. Want ik doe Door hier of hier, dan nou, voelen mensen echt dat hier een soort Adolf Hitler of wat dan ook zit. Ja, maar mensen kunnen daar echt enorm door geleefd worden. En ook zelfs door deze kracht een eind aan hun leven maken. Dit is als je. Nou, dat woord mag ik nooit zeggen volgens mij op YouTube, maar als je dat, dat, dat dus. Ik ben uh, niet heel benieuwd welk woord. <laughs> nee, dan wordt je, word je video gevolgd. Oh, echt? Kan je het spellen? Ja, mensen die, die stoppen met leven, zeg maar. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, echt? Dat ja, mag ja. Je, dat ik nee, niet. Dat, dat, daar ben ik een keertje weer door geflekt. Maar dat maakt niet uit. Um, maar mensen doen dat dus onder invloed van die kracht uit het verleden. Hmm. Dus. Je hebt die vier archetypes, maar daar heb je dus ook een soort schaduwkracht bij. die op al die aspecten ja, ook nog eens een keertje kan bekritiseren. Als je dus niet geholpen hebt. of als je dus niet ja. de leukste bent geweest. of je haar goed hebt gedaan. Want ja. dat doet die Love addict. Die maakt zichzelf altijd tip-top in orde. Die moet er perfect. altijd perfect uitzien, perfect overkomen. Ja. Wat wij nu doen, spontaan, zonder, hè, we hebben geroepen: dit is het thema, we gaan praten. is eigenlijk voor die kant. Heel gevaarlijk, want ohé, als of Lars dadelijk iets verkeerd heeft gezegd mm. en al die kijkers van jou daar naar kijken en de comments die stromen vol met wat een dom gedoe, de, de, daar is hij het meest bang voor, ja. deze kracht. Ja, dat is grappig dat je het zegt, want ik, ik herken dat ook. Het is niet alleen in relaties, hè? je mm -hmm. herkent dit in alles wat er dus ook werk. En dat stukje perfectie en mm -hmm. dat je altijd het juiste wil zeggen. Ik had dat in. Uh, YouTube-video's die ik een paar jaar geleden maakte, was eigenlijk hetzelfde opzetje als wat jij nu hebt. Camera aan en je begint te praten. En ik ben ermee gestopt, omdat elke keer wanneer ik klaar was, dacht ik van het is niet uitgekomen zoals ik wil. Het is niet perfect. De nee. uh, boodschap is niet sterk genoeg overgekomen. Oh. En het moet beter en het moet beter. Ja. En het moet beter, 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 beter. En uiteindelijk heb ik, ben ik gewoon gestopt en doe ik dus helemaal niks van. meer. Nee nee nee, ja, nee, 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 nee. Het is echt zo Jeetje. bloedirritant. Ja. ja, ja, I know. Ja. Maar hoe kom je ja, daaroverheen? heen? Door er be sowieso bewust van te worden. En, en, en het is, dit is een lang traject. Het is niet iets van een quick fix van, ik doe even de tien uh, fixjes van. Gewoon beseffen dat deze stem opgenomen is in je, onder een hoge druk als kind. Ja. Dit is al heel belangrijk om te beseffen. Je kunt er van alles mee doen. Maar ik heb ook daar echt mee moeten dealen. Want ik had hetzelfde als jij. Ik neem dan met mijn iPhone op en druk op start. Ik ga praten. Ik edit nooit, maar dan ook Heel nooit. Uh, en het is gewoon één take en daar moet ik het ook mee doen. Maar ja, ik te vroeger niet eens in de camera te kijken. Mm. Weet je? Dus uh, ik heb daar wel echt flink wat werk mee moeten doen van binnen. Ja. Ja. Zeker als je, als je dit soort archetypes gaat herkennen en ook die innerlijke kritiek is. Heb je werk aan de winkel en er is niks mis met je. Want dat is wat we allemaal denken. Wij willen allemaal normaal zijn. We willen allemaal normaal overkomen. We willen allemaal succesvol overkomen. Zeker niet dit soort gekke fratsen van binnen hebben, want dan gaan we zien hoe kwetsbaar we zijn. Ja, en er is gewoon niks, er is niks mis met je. Je bent gewoon hartstikke codependent. En je hebt gewoon een aantal dingetjes en dingen meegemaakt in je leven die je gevormd hebben, die vaak ook niet zo fijn voor je waren. Ja, en en aan, aan het moment dat je daar met compassie naar kan gaan kijken. Dan gaat er wel een heleboel veranderen. Ja. ja. Oké, okay, dus we hebben nu de helper, had ik ja. gehad. We hebben de love addict gehad. Ja. Dat is de derde. Dan hebben we nog meer. Nou, je hebt mensen die met heftig misbruik, heftige verwaarlozing te maken hebben gehad, heftige uh, um, agressie, maar ook emotionele verwaarlozing. Die gewoon echt veel en veel te weinig liefde hebben gehad. Deze, deze twee andere archetypes, je kunt ze overigens alle vier ontwikkeld hebben. Jee. Yeah. Ik wilde net. Goed dat je dit zegt, ja. want ik had een vriendin en ik sprak hier met haar over. Ik zeg, nou, ik ga nu naar Lars en we gaan het hier dus over hebben. Uh, en ze had ook haar testje gedaan. Mm. Ik had wat video's al doorgestuurd. Ik zeg, heb je misschien een vraag? Dan kan ik dat bij hem neerleggen ja. voor je. En zij zei zo ze van: ja, wat nou als je gewoon uh, alle vier hebt? Ja. Ja, ben ik dan royalty fucked up? Dan of? ben je royalty fucked up. Nee, dan, uh, ja, ik ook, weet je. En, en heel veel van, uh, van mijn kijkers ook. Ook allemaal, dat is het eerste wat ze in die, in die Facebookgroep gaan schrijven. Holy fuck, vier keer 100 procent, kan dat? Ja, dat kan. Dat betekent dat je in een extreem dysfunctioneel gezin bent opgegroeid. Waar je dus... Iedere keer zo'n trauma respons uitproberen. We hebben er net al eentje gehad, dat is de phone respons. Dat is, ik ga papa en mama behagen de hele tijd door, of opa die me misbruikt, of de buurjongen die me slaat, of whatever daar vroeger allemaal gebeurt. De kinderen waardoor je je gepest. Maar die ga ik, als ik naar mezelf lief maken, onzichtbaar en behulpzaam, dan bakken ze me misschien niet meer. Dat kan een respons erop zijn. Maar je kan dus ook in zo'n danig chaotisch, dysfunctioneel gezin opgroeien, dat je ze alle vier uit moet proberen. Alle vier die traumarespons, waar, waar we nog mogel <laughs> mogelijk naar gaan kijken als we met, met de diepte nog ingaan. Ja, maar dat kan zijn dat je ze dus alle vier hebt moeten beproeven. Dit is, dit is niet van zal ik het een keer proberen? Dit zijn overlevingsinstincten. Dit ja. doet de natuur automatisch door jou heen. Zonder dat jij er iets mee te maken hebt. Ja, het is echt een overlevingsmechanisme. Ja. En zo ontstaat dus deze derde imprint. En noemen we dan de victim imprint. Worden mensen altijd boos op, maar Ja, Ik wil niet gezien worden als een slachtoffer. en ja. Ja, Dan blazen ze zich op. En dan komen ze in het tegenovergestelde. Dat is het vierde archetype. Dat is de control freak. Dat gaan we vaak doen. We gaan vaak controle pakken over het leven. Niks meer aan toeval overlaten. Ons groot maken. Die komt uit de vechtrespons voor. Dus veel gaan vechten. Op een gegeven moment bepaal je. Nu krijgt niemand meer klein. En nu pakt niemand meer. Dan word je heel groot. Maar het tegenovergestelde is. Ik ben niks waard. Ik ben onwaar. onwaardig. Is dit echt? Ik moet onzichtbaar zijn. Niemand mag mij ooit zien. Ja. Dat zijn de mensen met het ernstigste trauma. Meestal met PTSS of CPTSS-complex posttraumatisch stressdoorn. Ja. Dat is de victim. Dat is de victim-input. En mm. ik blijf die ook gewoon zo noemen: niet om mensen een slachtoffer aan te praten, maar om te beseffen dat dat deel in jou. Van je hersenen, van je zenuwstelsel, wat daar zo gewond is geraakt, die mag je rustig ook als volwassenen, als slachtoffer zien. Want daar kan je er met liefde en met compassie naar gaan leren kijken. Dit zijn de mensen die zich, als we het net hadden over die innerlijke criticus hier, die hebben een innerlijke criticus van 500. Wij hebben er eentje van 100. Maar die gunsten 0,0 levensruimte. Die mogen niet zeggen, nooit opvallen, altijd klein blijven, nooit hun dromen najagen. Op YouTube met een video ben je niet goed. Je, mm. moet, je jij mm. moet je altijd klein en gedijst houden. He, dus hoe eerder je dat gaat identificeren als... oké, okay, het is een deel in mij dat dit vindt... en die is slachtoffer geworden van een hele nare opvoeding... en een heel naar chaotisch gezin... dan kan er iets gaan genezen. Dan kan er iets tot leven gaan komen. Ja. Dus hij heeft ieder van deze vier archetypes uit codependency. Dus je ziet al, dus eens zo'n begrip wordt al uitgeraffeld naar heel veel verschillende aspecten. Ja. Maar ieder aspect heeft zijn eigen helingspad. Daar komen we straks ook nog naar Ja, daar komen we straks inderdaad ja. ook op van. Hoe, ja. hoe los je Hij dat Het is een andere aanpak. Maar om nog even naar dat begrip terug te komen. Het is, het is geen diagnose. Dus als jij naar een psychiater gaat. Als dus iemand na maandag, wanneer jouw video ook uitkomt, naar een psychiater gaat. Van, nou, ik heb die video gezien van Lars en Sarah en Oh, ik ben uh, laverdekt. <laughs> Codependent. Die man die, die kijkt alsof hij water ziet branden. Die willen officiële diagnoses. Je hebt borderline, of je hebt een narcisme, mm. of je hebt een bipolaire stoornis. Of je bent depressief. We moeten een pil in je kunnen stoppen. Maar het behandelen van dit soort gedragspatronen. die dus geworteld in de jeugd zijn. daar doen we niet aan. Maar zeg je daarmee ook dat iemand die bijvoorbeeld bipolair is. of een gedragsstoornis heeft. Ook misschien wel gewoon codependency. Code Negen uh... tegen tien. Negen van de tien. Serieus? Absoluut. Oh, want dan krijg je eigenlijk gewoon vanuit de medische wereld... een label opgeplakt met medicijngebruik en alles. Tuurlijk, terwijl... maar zo is dat hele farmaceutische model gemaakt. Je moet door een behandelaar ergens in een hokje gestopt worden... want die behandeling voor dat wordt vergoed. Oké, okay, maar laten we dan even concreet maken en een praktisch voorbeeld. Iemand die bijvoorbeeld bipolair is... Ja. Of, uh, hoe noem je dat nou? Um, borderline. Borderline, ja. dankjewel, dat ja. zocht ik. Uh, iemand die dat heeft, ja. die heeft moed, swings. En de ene keer is, is t, ben, je, ben, je, ben je haar of zijn held. En de ja. andere keer ben je een vijand. En dus ja. dan word je met de grond gelijk gemaakt. Ja. Uh, je zegt dus, dat is geen gedragstoornis, maar dat is codependency. Dat is, een, dat is een aspect van codependency. Nou, het is een codependency. En wat ik net noemde, complexe jeugdraam. de complexe PTSS liggen. Heel dicht bij elkaar. Er zijn wat verschillen, daar gaan we niet in, maar die bij, bijna één op één. En die hebben dus allebei hun wortels in de vroege jeugd. Bijna iedereen met een borderline-stoornis die daarmee gediagnosticeerd is, als je daar echt goed mee in gesprek gaat, dan hebben ze allemaal een vergelijkbare achtergrond in de jeugd. komen allemaal uit een chaotisch gezin. Maar dan zeg je dus ook dat bipolar, bipolair of borderline te genezen is door middel van traumaverwerking? Dat hoop ik. Dat, daar, daar hebben we te weinig. Dat hebben we de afgelopen 40 jaar te weinig uitgeprobeerd. Daarvoor was er een waanzinnige, uh, ja, interessante. Hoe moet ik dat zeggen? Uh, wetenschap gaande, we onderzochte psychedelica. Kom nu godzijdank, voor yeah. een klein beetje op, maar is 30 jaar lang in de, in de Verdomhoek geweest. Yeah. Er werd gewerkt met ademwerk, er werd gewerkt met diepe uh, reichiaanse lichaamsinterventie. Als je dat doet. En dat kost je een aantal jaar, dan kan je borderline echt enorm verbeteren. Dat weten we ondertussen. Maar daar is, daar is gewoon nu 30, 40 jaar lang is er geen onderzoek naar gedaan. Dus dat, ja. bij een psychiater hoef je er niet meer aan, aan te komen. Over het algemeen, er komt wel wat veranderingen. Maar ik, ik praat altijd van hoe ik het de afgelopen 30 jaar zeg maar, ervaren heb. Ja niet allemaal, er zullen ongetwijfeld ook genetische dingen zijn... of afwijkingen in de hersenen, maar gedragstoornissen. Het betekent gewoon, er is iets in jouw hechting niet zo goed gegaan. Niet altijd, maar wel heel veel. Ja. En op die laag zou je het ook moeten adresseren. We hebben gehad <coughs> helpaholic, ik wil ja. zeggen workaholic, helpaholic... Help love, love addict. addict, the victim. En ja. de control freak. Ja. Oh ja, over dat laatste, de control freak, ja. um, wat nou als je gewoon echt denkt ik kan het beter? Dus ik doe het gewoon. Niks mis mee. Maar met, met al deze dingen, daar is, daar is niks mis mee. Je bent gewoon steeds goed aan het praten. Hè? Nee, 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 nee. Nee, nee. Ik ben genadeloos. Als ik je kan betrappen op enige inconsistentie zou ik dat doen. Nee, Als je, als je gewoon ergens goed in bent, doe het. Maak jezelf groot. Hè? We zijn allemaal nu geneigd om daar dan narcisme op te plakken oh, yeah. of control freak of whatever. Nee, je bent gewoon gemaakt om een bepaalde kwaliteit te hebben. Ben je daar beter in? Doe het. Het gaat erom, kan je niet anders? Als je altijd de controle moet hebben en zeker als het gaat over een hechting, als het gaat over een relatie. Hè? Als het gaat over, uh, zullen we, ja, waar zullen we vanavond gaan eten? En jij pakt daar altijd de controle in. Daar, daar gaat de alarm wel. Dus ja. daar zit het verschil. Je moet het altijd moeten doen. Altijd houden van de controle. Ja. Ja. En je dus niet goed voelen als je dat niet doet. Jezelf uh, inderdaad niet goed voelen. Maar eigenlijk ook doodsbang doods voelen. Want er zit eigenlijk bij de control fix. dus eigenlijk zo'n victim print ja. onder ook. Alleen die heeft op een gegeven moment. Rond meestal 12, 13. Soms, nou, soms twee jaar oud. Twee jaar oud heb je een individuatiefase. En rond 12 jaar. Dus twee jaar oud wordt het... Ik ben twee en ik zeg nee. En rond je 12, 13 oh ja, ja. ga je in de puberteit. Twee keer ga je je afscheiden. En daar kan het zijn dat je hebt gezegd. Niemand pakt mij ooit meer. Ik ben hier nu de grootste. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb die ook. Ja. Letterlijk naar mijn vader op moeten staan en nu pak je nooit meer. Ja. Ja. En dat hoort ook een beetje bij man, zijn dat hoort ook een beetje bij mannenkracht. Maar als die dus echt gemeen wordt, echt vanuit een vechtrespons, ja, dan komt er dus een hele grote. Maar kan, ik doe dit echt, dat moet ik er nog wel bij zeggen, hele grote stappen te snel thuis. Want hij kan op allerlei manieren ontstaan. Ja. Je kan ook uit een gezin komen waar narcisme heerst en waar je altijd de beste moest zijn, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, laten we dan gaan ja. we die, die rabbit hole gaan, Wil je uh, dat echt? gaan verkennen. <laughs> ja. Dus waar komt het vandaan? Wat, wat zijn de dynamieken binnen het gezin geweest, waardoor ja. je dit bent gaan ontwikkelen? Want misschien... Ik kan me voorstellen dat iemand kijkt naar mij en zegt, ik ben dat allemaal niet. Mm -hmm. Maar als je dan hoort uit wat voor gezin of wat voor situaties dit soort dingen ontstaan... Ja. dat je daar wel herkenning kan vinden. Ja. Nou, als je uit een gezin komt waar geen liefde is... Dan, en ik wil echt graag dat mensen me tegenspreken, want ik ben ook nog aan het leren in de comments. Ja. Ja? Dus zeg me maar als het niet zo is, maar... Mensen die uit een dysfunctioneel gezin komen, waar te weinig liefde en aandacht was, waar emotionele verwaarlozing was, die zullen waarschijnlijk alle vier ontdekken. Dat kan bijna niet anders. Dus het is een hypothese. Dus het is, het is ook Dan iets ben je 100% van... op alle archetypes. Nou, niet 100%, maar afhankelijk welke archetypes je moest, je moest beproeven. Maar dat was jouw vraag, hoe is het ontstaan? Het ja. is ontstaan doordat er te weinig juice was. Te weinig liefde, te weinig levenselixer, te weinig ja, in je basisbehoeftes bent voorzien. Dus aan liefde, aan aandacht, aan, aan, aan zorgzaamheid, aan begrenzing, bescherming. Dat zijn een aantal basisbehoeften van een kind. Albert Pesso heeft die gedefinieerd. En als daar wat dingen in ontbreken, hè, en dat, dat, dit klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar als je gewoon voor jezelf, hè, dat kan jouw kijker nu ook doen, nagaan, als, voelde ik me vroeger thuis welkom. Voelde ik me gezien? Voelde ik me geliefd? Jij weet dat. Dit is de vraag wat mij betreft, die jouw psychiater, als je daar aanklopt, die moet die stellen. Die moet niet al die diagnose, die moet dat... Meneer Faber, hoe, hoe voelt u zich vroeger thuis? Voelt u zich daar nou welkom? Ik kan direct uit de grond van mijn hart zeggen, nee. Ik kan me echt van de eerste twintig jaar geen enkele betekenisvolle volwassene herinneren die ooit een keer vroeg: hoe is het met jou? Wat gaat er in jou om? He, en daarmee ontwikkel je met mens, als mens dat die, die honderden, duizenden betekenisvolle, liefdevolle interacties met je ouders hebt. Nee. Als je dat niet hebt gehad, tien tegen één, ik wil hierop gaan wedden, ik wil er geld op inzetten, <laughs> ga je deze archetypes ontwikkelen. Want dan ga je wel die liefde en aandacht willen hebben. Dan ga je wel papa's kleine adviseur worden en al die verhalen luisteren. Dat hij niet naar jouw verhalen luistert, zwaar. Dan moest ik gespiegeld krijgen door mijn eerste therapeuten. Die zei luister, jouw vader was jouw vriend. hij mm -hmm. was zijn vriend, maar hij was niet je vader. Vaders doen dit en dat en dat. Ik zei dus straks al, ik ben zelf een papa van twee jongens. Daardoor heb ik door schade en schande ontdekt hoe het is om papa te zijn. Wat, wat je, dat, dat, je... dat is niet makkelijk, hè? Het is niet makkelijk, maar daardoor kon ik ook gaan schakelen van... Maar wacht mm -hmm. even, dat deed hij van mij niet... Ja. En het gaat dus niet om nu dan daar dat slachtoffer van te worden, maar het gaat om te beseffen, dat is er gebeurd, dat landschap, dat emotionele landschap, of het gebrek daarvan, heeft mij vormgegeven. Dus daar komt dan, in dit geval, zo'n uit voor, die zegt, oké, okay, als hier dan geen liefde is, als, als papa dat niet van nature van mij heeft, ga ik het doen door heel liefde, en ga ik ook schaken. Ga ik ook een jazz piano spelen zoals hij? Ga ik met hem windsurfen? Omdat ik dan... Wat jij met die afstandsbediening deed, dat deed ik op die manier. Je gaat manieren vinden om te, om te blenden met die ander. Om te gaan helpen zodat hij toch die aandacht voor mij heeft. Blijft de verbinding opzoeken. Natuurlijk, want ieder kindje heeft gewoon behoefte aan liefde. Ja. En hoe verklaar je dat um, verschillende kinderen uit hetzelfde gezin... Ja een heel ander gevoel erbij hebben. Dus dat de ene kind denkt van... nou ja, ik ben thuis welkom. Ik word geliefd, ik word ja. gezien, ik word gehoord. En een broer of een zus daarvan... Ja. Het totaal tegenovergestelde voelt. Oei, dit is nog diepere we hebben het hoor. <laughs> heb, je, heb je 19 uur? <laughs> ja, nee, dat heeft heel erg met de gezinsrollen te maken. Het heeft met twee mm. dingen te maken. Ik zal hem kort afdoen. Het heeft te maken met de rol die je in een gezin hebt. Eh, en ook de mate van functionaliteit of dysfunctionaliteit. Is er heel veel liefde, aandacht, structuur, zorg, bescherming, begrenzing of was het daar niet? Dan ga je automatisch bepaalde rollen ook in het gezin pakken. En het heeft te maken met een bepaalde gaan we ingewikkeld woord doen hormonale dispositie. Dus met welk hormoon ben jij overwegend geboren? Mm -hmm. Welk hormoon was er toen jij in de buik van je mama zat, overwegend uh, in haar baarmoeder? In jouw verkeerde love addict uh, als als sterkste, yeah. dan is waarschijnlijk dat jouw moeder uh, heel veel dopamine in dat systeem had toen jij in de buik zat. Want dopamine is namelijk het uh, het hormoon van de love addict. Ieder van die arit, ah, niet allemaal, maar die eerste twee, dus die helperholic, die hebben een hele specifieke hormoonhuishouding. Dus helperholic en lavedict. Lavedict is dopamine, hè, dat is uh, het molecule van meer. Dat, is, nee, dat geeft onze verslavingsgevoeligheid daar uh, in ieder geval aan aandacht uh, weer. Bij die helperholic is dat dus, um, niet oxytocine, estrogeen. Ah, dus ja. als je moeder heel veel oestrogeen in de baarmoeder had, dan kan het zomaar zijn dat je dus meer een Dispositie hebt om een empath te worden. Dan ben je dus van nature al heel empathisch. Dat is nog geen helperholk. Een empathisch is een ander archetype, maar die zit er wel onder. Nee, want dat ervaar ik ook, dat iedereen um, een hele andere ervaring kan hebben, terwijl ja. dus je dan toch uit hetzelfde gezin komt. Ja. Stel, stel je uit hetzelfde gezin: je hebt een broer en die was goed in tennissen. En die was papa's, uh, papa's lieveling en die kreeg alle liefde en aandacht. En die hmm. zegt: zijn daar heb je het over? Het was fantastisch thuis. Ja. Ik gaf daar pas nog een voorbeeld van. Ik heb een, een vriendin gehad die was misbruikt. Daar kwam ik achter doordat zij huilend in de douche zat. Toen we al een paar maanden bij, maanden bij elkaar waren, we gisteren nou, huilend in de douche. Heftig. Achtergekomen dat ze heftig acht jaar lang misbruikt is geweest. Dus gelijk, pff, er komt de redder in mij. Ja. En we gaan het gelijk met de familie, en mooie Nou. Dat wilde ze uiteindelijk ook. Maar er was één broer bij. En die zei: Maar ik blijf het een geweldig vent vinden. Want mm. hij was er altijd voor me. En we waren altijd uh, alle goede discussies over boeken en zo. Weet je, het is maar net wat je krijgt als kind. Hoe je dat ervaren. Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je als ouder uh, bij ieder kind een hele andere binding voelt. Ja. En ik ben geen moeder, dus ik, ik zou het niet weten. Ik spreek niet uit ervaring. Maar ik zie wel dat, ondanks dat ouders het misschien niet willen, ze hebben een lieveling. Ja. Ze hebben voorkeur. Van, oh, met die kan ik beter opschieten. Absoluut. Of met die... Uh, ja. Dat, dat is gewoon zo. Ja. Ja, ja en zeker. Dat heb ik ook. Ik vind dat ontzettend moeilijk. Ja. Ik probeer ze altijd allebei... Ja, Gelijk te behandelen. Met, met gelijke liefde ja. te behandelen. Maar dat gaat niet. Bij de een voel je ook gewoon prettiger en makkelijker. En loopt het soepeler. En, ja. ja. Jong die zegt ook zo mooi, Carl Jong, van uh, dus de kinderen die spiegelen jouw verstoten delen. Dus delen die je van jezelf niet wil zien of kennen, die gaan die kinderen uitleven. En dat, ah, ik geloof dat dat zeker zo is. Ja. Ja. Oh. ja. Dus kinderen zijn eigenlijk de beste leerschool. Het zijn enorm goede... Ja, maar vooral ook waar ik er straks over had, even over, over de behoeftes die zo'n kindje heeft als een babytje. En dat twijfelen kregen Tobias. Ja, hier is hij. Neem maar mee in huis. Ik dat, wat moet ik hiermee? Je, yeah. je mag hem niet bij u in bed laten slapen. Nee, doen we zeker niet. Ah. Nou, het eerste hebben gewoon lekker in bed natuurlijk. Yeah. Ja, dat is echt nou. iets wat hier in het westen heel erg speelt, ja. hè? Dat je babytjes niet bij jou in bed. Precies. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik, wat kan ik zeggen? Ik ben geen moeder. Ik ben niet ingelezen mm -hmm. wat dat betreft. Maar mijn logische uh, brein zegt ja. gewoon van, nee, maar een kind komt net uit de buik. Het enige wat die het wil is veiligheid en hechten. Die, ja. die moet juist bij je slapen. Ja. Maar daar ontstaat, en die kennis had ik wel, want ik ben hier ook al echt al heel lang mee bezig. Dus ik wist van alles over hechting en zo al. Nee. Daarom was het zo'n zo ding van waarom blijf ik hier dan tegenaan lopen? Omdat ik die codependency-stukken nog niet snapte. Maar nee. over hechting wist ik gelukkig wel een heleboel. Alleen nu kon ik in de praktijk zien. Kindje heeft ook echt, ja, gewoon die warmte, liefde. Ja. Um, dus mijn, niet mijn jongste, maar de, de, de ene oudste. Die hij had s'nachts nachtmerries. Iedere dag. Nou, dan moest je weer eruit. Eén keer, twee keer, drie keer. Wij gingen eruit. We hadden zoiets van, we gaan er ook uit. We gaan er altijd uit. Als het eentje een nachtmerrie heeft of wat dan ook, gaan we eruit. En dan waren ze al ietsje ouder. en gingen rondlopen met een mannetje. Twintig minuten, half ja. uur, uur, liedjes zingen, uh, slapen, kruimels in je ogen, noem maar op. Maar dat was ook wel zo'n ding waarvan ik wist, dat heb ik niet gekregen. Hmm. Want ik weet de verhalen van mijn moeder, die zei namelijk toen ik dit vertelde, oh dat deden we bij jou wel anders hoor. Ja. Die deur ging op slot. Een gebonk op die deur, dat houdt vanzelf een keertje op. Ja. Dus da door dat soort dingen kon ik op een gegeven moment gaan puzzelen van oké, okay, daar nee. is iets misgegaan in de hechting. En je komt misschien ook uit een generatie waarbij ze zeggen laat maar huilen, het gaat vanzelf ja, over. Ja, het ja, gaat vanzelf over. Ja. Ja. Ik ben alleen nu wel het spoor kwijt hoor, waar we het over hadden. Waar bepaalde dynamieken vandaan komen. Mm -hmm. En dan zitten we dus nog goed. Ja, <laughs> Ja, dan zitten we nog goed. Ja, daar hadden we het over. Ja, hormonen hebben we het even over gehad. Het zijn, dus te, het zijn hormonen soms. Want dat was jouw vraag: van, hoe kan een kind nou in een familie dat wel? Het dus, heeft met familierollen te maken. Maar het heeft met hormonen te maken. Maar het heeft ook te maken met je temperament. Dus op hè, welke van die vier responses ben jij gewend? Wind of ingeprent om op gevaar te reageren. Dus de ene die zal zichzelf opblazen, hè, dat wordt die control freak, die blaast zich op die maakt zich groot. De ander die maakt zich juist heel klein heel en klein. onzichtbaar, die bevriest. Omdat die gaat behagen. En de ander die gaat heel hard aandacht trekken en, uh, of vluchten. Dat hoort er ook nog bij. Hè. Dus die love, die, uh, die gaat vooral vluchten en die raakt verslaafd ook aan vluchten. Dat is ook eentje die ik bij mezelf. Ik ben mezelf de hele dag aan het afleiden. Ik heb, omdat je het had over open relaties. Hè? Um, ik denk wel eens van. En dan mag jij me vertellen hoe jij erover denkt. Ja, ja, ja. <laughs> Zou het zo kunnen zijn dat mensen, ik zeg het gewoon even heel banaal. Mensen die juist openstaan voor open relaties. Mm -hmm. gewoon niet goed kunnen hechten? Mm -hmm. Ja? Nou. Die gedachte heb ik zelfs nog in de auto hier naartoe gehad. Dus. Echt? <laughs> ja. Oké, okay, dus ik zit er niet helemaal naast. Guilty. Ja, nee. Dat, ik heb heel lang gedacht: van niet. Heel lang gedacht, zeker toen wij hiermee begonnen, twintig jaar geleden, dacht ik: dit is volstrekt logisch. Wij willen gewoon niet, net als vorige relaties, allebei op die bank eindigen met de afstandsbediening. En uh, we, we, we nog een filmpje kijken vanavond liever. We wilden echt allebei vol in het leven blijven. En, dus dat klonk als een volstrekt logische keuze, maar ik heb, denk nu de laatste tijd veel vaker: ja, ik denk dat het zeker met hechting te maken heeft. Ja. Zeker. En er zit er nog eentje bij. En die is niet van mij, maar die is van um, evolutionair psycholoog David Bas. En dat gaat <laughs> voor shocking zijn voor vrouwen: mannen zoeken variatie. Wetenschappelijk oh, aangetoond. Oh, hier ga je geen vrienden mee nee? maken. Oh, ik I know, I <laughs> know. Daar ben ik niet voor gekomen op deze wereld. Ik heb, ik heb twee vrienden, daar hou ik het bij. <laughs> maar dan zeg je dus dat mannen altijd behoefte hebben aan meer. Yes. Maar dit is niet laste mening. Dus uh, 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 gaat David Bas aanpakken hiervoor. Dat, uh, mannen willen dat. Mannen willen gewoon variatie. En dat is echt vloeken in de kak. I know, I know, I know. Ik weet zeker dat er vrouwen kijken die denken... Vrouwen hebben ook zin... Uh, of, die zin. gaan ook unsubscribe op <laughs> dit kanaal. <laughs> Sorry, het spijt me. Nee, maar is dat echt biologisch aangelegd? Want misschien ja. zijn er ook wel vrouwen die ja. denken van... ik heb ook gewoon behoefte aan variatie. Tuurlijk, nee, dat zijn absoluut schaam. Maar bij mannen zit het echt gewoon, in, de, uh, in, gewoon in, de, in het hele systeem. Ik denk dat de relaties ook niet... Uh, het heeft geen vaste structuur. Nee, en, nou ja, voor veel wel. Voor ja, mensen wel. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Voor heel veel mensen wel. Ja. Omdat ze vasthouden aan dit hoort op ja. deze manier. Want zo krijgen we dat mee. Maar iedereen is anders en je komt samen met iemand en dat is weer een andere persoon. Dus je moet ja. het echt samen gaan ontdekken van hé, wat past bij jou, wat past bij mij. En wanneer we samen zijn, wat is dan de juiste structuur is voor het. ons? Maar kijk, als je de twee thema's waar we, die we eigenlijk nu opgedierd hebben met elkaar gaat verbinden, dan is er een heel groot gedeelte, hadden we het in het begin over, wat codependent is. Ja. Wat dus eigenlijk al heel erg verlatingsangstig is. Nou, daar zal waar we het nu over hebben, zal vloeken in de kerk zijn. Want je bent toen al verlaten, niet in je behoeftes voorzien. Nou heb je die man of die vrouw gevonden waar je je aan vastklampt vaak. Hè? Waar je echt gewoon, nou, dan ben je echt, dan ben je niet gehecht, maar dan ben je echt gewoon, ja, gewoon attached. Dan zit je echt aan elkaar vast, zeg maar. Ik laat je nooit meer gaan. <coughs> Daar zit geen ruimte in. Voor die mensen zal dit vloeken in de kerk zijn, vaak. En ja. Tegelijkertijd zit hij ook hier met elkaar over gaan praten en over gaan. Niet om een open relatie aan te gaan, maar van hoe je over dit soort dingen denkt. En dat overwegen, heroverwegen, met elkaar schuren, daar groei je gewoon enorm van. Precies. Ja, ja maar daar zijn natuurlijk heel veel mensen bang voor. Absoluut. En zeker als je zo symbiotisch bent, want het symbiotisch betekent. Je gaat in het begin van de relatie je met elkaar mindmappen, bommetjes loslaten. Hou je ook van Frankrijk? Ja, ik hou ook van Frankrijk. Hou je ook van rozen. Ja, ik hou ook van. Je gaat elkaar mindmappen. Ja. Maar hoe meer symbiotisch je wordt, hoe kleiner die map. Je gaat elkaar niet beter leren kennen. Geen besef je van, hier wordt het over gehad, daar hebben we nu bepaalde meningen over. En dat verandert dus niet meer. Je wordt je soort. Een uh, one-track pony wordt je dan? het is dan vooral de waarde die je hecht aan wat er uit iemand komt. Hè? Als jij dan ineens zegt van, uh, ik vind het heel belangrijk om uh, samen met iemand te zijn, maar ik ben ook heel autonoom, dus ik behoud mijn eigen huis en ik wil niet samenwonen. Mm -hmm. Hoe vertaalt iemand dat? Oh, je ja. wil niet met me samenwonen? Dus ben je dan ja. wel serieus mee? Ja, of dan vind je mij niet de moeite waard? Je... Of, of ik ben niet de moeite waard? Anders dan zou je wel. Ja. 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 Maar dit was voor Tanja was dat ook echt een enorme dreun. Ik ben hiermee gekomen. Een aantal jaar geleden. Hè, dus om uit elkaar te gaan wonen. Ik, ik las toen een boek van die David Schnarch. Waar ik het over had. En die schreef eh, dus. Partners die vastlopen in die symbiose, Die raad ik aan drie maanden uit elkaar te gaan. Gewoon jezelf weer eens te ervaren. Hè. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in. Het van, ik moet gewoon apart gaan wonen. En dat was voor haar. In eerste instantie was dat een soort. nou, ze voelde zich in de steek gelaten. Ja. Nu niet meer. Echt, uh, en, en dat is het belangrijkste. Hoe je je. Nu voelt. Mooi. Dan gaan we naar de oplossingen. Oh, hebben we die? Ja, toch? Nou, dat hoop ik. We kunnen niet alleen problemen duiden nee. en geen oplossing aanreiken. Hoe kom je hiermee weg? Hoe kom je hiermee weg? Nou, wat in mijn eigen werk in uh, hoe ik opleiding geef, maar ook hoe ik schrijf, ik heb nu 13 boeken geschreven zo, so. uh, bijna altijd ook in dat boek wat ik jou gaf, hè, dat is verborgen script, wat voor mij altijd de rode draad is, is de verbinding met je innerlijke kind ik weet niet of het begrip hier op in jouw kanaal al vaker is gevallen, maar het innerlijke kind zie ik als je je, je, het, je ziel als weer oorspronkelijk zou kunnen zijn misschien was, misschien wel of nog niet geleefd heb, ga de oorsprong van je ziel en die vertaalt zich in dit menselijk wezen als je zenuwstelsel. Ja, onder andere en je hersens. En die hebben daar bepaalde vaste paden in genomen. En wat niet je innerlijk kind is, wat niet je oorsprong is, zijn die codependency patronen hmm. Dat zijn codependentie, dat betekent letterlijk verslaving. Dat zijn verslavende neurotische patronen. Zo zal jij altijd moeten reageren. Dus een van die vier, of twee, of drie, of alle vier van die patronen, zo reageer je. Altijd op situaties, vooral in relatie, en het is niet wie je bent. Het is wie je geworden bent, hoe je bent gaan reageren op de wereld. Daaronder zit een oorspronkelijk zelf. Iedere mystieke traditie heeft daar een woord voor. Dus je Christusbewustzijn, ja. of je oorspronkelijk gelaat, of je Boeddha-natuur, of nou ja, de het Taoïsme, de bron. Ja, dus er zijn talloze van dit soort benamingen voor, voor wie je was. Voordat je die wasmachine van programmering kreeg. Dus dat, eigenlijk is dit een spiritueel aspect. Daar heb je naar terug te gaan. En hoe je daar naar terug gaat, is voor iedereen verschillend. Jouw kijkers die zijn allemaal op hun eigen pad. Sommigen zitten nu met rode oren. En die horen net, net zoals ik, een aantal jaar geleden voor het eerst. En die hebben zoiets van: of what the fuck. Of middelvinger, daar klopt helemaal niks van. Of zijn er al een heel eind op hun pad. Door bijvoorbeeld aan die innerlijke criticus te werken. Hmm. Daar kan, dat is echt regel nummer één. Als je dus met complex trauma of het codependency te maken hebt. Dan ga je met die innerlijke criticus ga je aan de slag. Maar even concreter. Wat doe je dan met die innerlijke criticus? Daar ga je mee leren werken. Dus daar kan, er zijn, ja, in, in de GGZ is er, godzijdank vandaag de dag, heb je... Um, hoe noem je dat nou met... Um, Schematherapie, daar komt. Schematherapie Schema ja. doen. Daarmee leer je onder andere met je innerlijke criticus werken. Je kan uh, internal family systems, er is voice dialogue. It's... Sorry, even even, okay. je innerlijke okay. criticus, want ik hoor hem. <laughs> ik hoor hem. Die is dus aanwezig. Ja. ja, en die zegt: van, Nee, maar het moet beter. Ja. En het, uh, het moet anders zijn, het moet sneller. Ja. Het moet efficiënter. Ja. En uh, het moet, het moet, het moet, het ja. moet. Het moet in elk geval alles. Uh, het moet op de manier zoals ik het nu niet doe. Niet in de flow, niet in de vrouwelijke yin kant. Ja. Maar het moet... Hoe kerstapel. ga je daarmee om? Want ik denk ook dat er een dunne lijn is tussen jezelf pushen... Mm -hmm. en meer van jezelf vragen. Uh, en groei. En bevriezen. En niks doen door die criticus. Ja. Ja, of, of voortdurend, uh, zoals die Contra Freak, oh, zo onder spanning staan... dat je nog steeds, ik ben ook high functioning al jarenlang... Ik heb in de top van het Nederlands bedrijfsleven gewerkt. High functioning, high functioning. Met een torenhoog innerlijke kritiek. Die ja. blijft je maar voortsturen, voortsturen. Daar kun je super succesvol mee zijn. Niemand die het ooit zal zien aan jou: dat die ja. demon zeg maar van binnen jou met die karwats op je rug slaat en voortdrijft. Ja, je hè? zou dus... kunnen zeggen, het is juist vooruitstrevendheid. En dat is, en dat is gewenst in de, in de maatschappij. Maar hier kan je dus letterlijk helemaal kapot aan gaan. De kunst is om ja, dit is, dit is ook weer een aparte video, dus ik moet nog een keer ja. terugkomen. Hier kunnen we echt dagenlang over praten, maar ik zal het proberen heel kort te houden. Uiteindelijk gaat het om dat jij gaat achterhalen waar maak jij je zorgen om. Die vraag. Ja. Of waar ben je bang voor, maar die is vaak te ingewikkeld. Maar waar maak je, maakt zich meestal zorgen ergens om? Dat je niet goed voor de dag zal komen, dat je niet, je tekst niet weet, of dat je iets doms zegt. Of dat je schematherapie niet meer weet. Dan komt hij bij mij. Hè? Als ik. Mm. Fuck, stop. Ik had het woord net ik had al. Woord net ja. al fuck. Schematherapie. Weet je? Daar is, in dat veld zit die criticus. Waar maak je je zorgen om? Waar maakte mijn criticus zich zorgen om? Dat ik voor lul zou staan. Dat mensen zouden denken: dit is die imposter. Mm. Ik heb net als bijna alle andere CPTSS-mensen uh, die daaraan lijden, of ernstige codependency, een imposter syndroom. Dus ze. Ik voor de mensen die dat niet kennen? Ze, ze moesten eens weten: dus nu val ik door de mand ja. dat ik eigenlijk maar een bedrieger ben. Mm. Ja? Die zit bij 70, misschien wel 80 van mensen die of tussen die complexe jeugdtrauma of codependentie of een mixje daarvan hebben, die hebben dit. Ja? En daar komt die innerlijke criticus bij. En dan de vraag stellen, en daarin ontspannen: waar maak je je zorgen om? Dat je voor lul staat. Nou, dat sta ik toch wel. Ja. Ik heb er toch, toch al dingen verteld over die ze misschien helemaal niet leuk vinden. Dus ik ben al door de mand gevallen. en weet je, Daar dan in ontspannen. En dan kan dus die innerlijke criticus, wat een beschermer is. Het is een oerbeschermer. Je kan ook een beetje gaan ontspannen. Hoe, hoe sterker jouw ego wordt. Je had er straks in het begin, zei je, van is dit uit mijn ego of niet? Je hebt om hieruit te ontsnappen een heel sterk ego nodig is vloeken in de kerk voor spirituele stromingen. Ja. Maar in persoonlijke ontwikkeling... Wat die zeggen, je ego die moet dood. ego moet, het, moet, moet dood, die moet weg. Want dan kom je bij die ware ja. natuur. No way. Je moet eerst een sterk ego opbouwen. Ja. Om dan vervolgens te kunnen zeggen, nou oké, okay, dit ga ik nu iets minder doen. Want weet je nog, die vier uh, codependency archetypen, die gaan op de volledig automatische piloot. Die leven jou alsof je jou bent. En dat blijven ze doen. Dat je er bewust van wordt, dat je die innerlijke criticus leert kennen. Dan leer je dus al vijf spelers, dus één van die vier, of alle vier, of een paar daarvan. En die innerlijke criticus die leer je dus kennen als, oké, okay, dit is een hele innerlijke familie die dit in mij zit te doen. Wie is er hier aan het stuur? Oké, okay. er is iemand in mij en in jou die zich hier nu bewust van wordt dat dit dus niet Lars is, maar dit is die helper die door Lars heen komt. Dat is de love addict die door mij heen komt. Oh, dat is die criticus die erachter zit, die dit aanjaagt. Dat betekent dat dus, als dat die innerlijke criticus zich hier ergens zorgen om maakt, dan is er van binnen of van buiten ergens een trigger. En die wijst lineair recht naar dat verwonde kindje. Ja. Zodra dat kindje verwond raakt, daar maakt die criticus zich zorgen om, dat dat kindje verwond wordt geraakt, ja. dan grijpt hij in. En dan gaat hij harder laten werken, dan gaat hij er mooier uit laten zien. of meer aandacht trekken, of meer helpen, of wat dan ook. Het is echt briljant als je dat door gaat krijgen. En daar moet je dus eerst een wat krachtiger ego voor ontwikkelen. Ja. om dat aan te kunnen. Want anders word je gewoon iedere keer weer een speelbal van het leven. Zeker in de relaties waar we het over hadden. Wat zijn wij mensen toch complex? Hè? Heerlijk complex. Ja. Jeetje. Ja. En dat kan dus op allerlei manieren, maar het komt er eigenlijk dus op neer. Je zegt, je kan het dus verhelpen door uh, die stemmen te leren kennen, door te, door te onderzoeken waar ze naartoe leiden. Ja. En dat waar het naartoe leidt, dat dan helen. En dat is vaak gewoon Absoluut. oude kinderstukjes. Ja. Jeugdtrauma. Ja, ja. En hier echt jezelf niet voor schamen, maar gewoon voor in therapie gaan. Nee. Of een goede coach, of een goede therapeut, mij niet bellen. Ik doe dit niet. Nee, maar dat moet ik echt in iedere video zeggen, anders word yeah. ik bedolven in de, in de mails. Dus dit is ook geen reclame ergens voor wat dan ook. Ga gewoon een goede schematherapeut zoeken. Of wat ik zei, Internal Family Systems, IFS. Dat is ook een heel goed model voor. Voice Dialogue is hier fantastisch voor. Daar leer je met dit soort kanten dealen dat ze in jou zijn, maar niet jou zijn. Dat is echt waar shocking voor mensen. Het is een van de eerste pijlers van persoonlijke ontwikkeling, dat je gaat beseffen wie ik dacht dat ik was, dat het door mijn ogen keek, is niet wie ik ben. Vaak dan word je eerst knettergek. Ja. Totdat je die kanten gaat zien en in actie gaat zien. En zeker dus in relaties ga je ze gewoon heel veel kunnen zien, wanneer je weer een van die modussen toepast. Ja, Dus dat is een van de, er zijn natuurlijk nog veel meer uh, manieren om dit te gaan heelen, Want uiteindelijk wil je dus eerst, eerst is die innerlijke criticus, daarna ga je de emoties die eronder zitten, daar heb ik het ook nog niet over gehad, maar die hoor je ook nog bij, um, die ga je bevrijden. He, dus als jij bijvoorbeeld als sterkste, laten we even de helperholic nemen, als je die heel sterk hebt, als je een fawn response uh, hebt, dan heb je je eigen, He, dus het fawn is het behagen van je tegenstander, dat is die helperholic, dan heb je je eigen woede verstoten. Mag je niet nee. voor jezelf opkomen? Nou, wat is het middel, uh, de genezing daarvan? Je Leren je boosheid gaan uiten. Kom je niet mee weg bij een psychiater? Nee. Als, jij, als jij aankomt van, ach, ik ben de hele dag maar iedereen aan het plezier en. Nou, waar heeft u last van? Ik voel me zo depressief, dan krijg je een pilletje voor de depressie. Dat er daaronder zit dat je gewoon je eigen grenzen niet kan stellen en houden en niet boos kan worden, daar wordt niet aan gewerkt. Maar ja. dat is belangrijk om naar te kijken, om aan te werken. Ja. En daar moet je dus eigenlijk leren boos te worden en dat te uiten. En leren mega boos te worden. Dat je, je woede worden. durft te uiten. Precies, en mag precies. en kan uiten. Ja, en dat als ja. iemand over jouw grens gaat, dat het dus geëigend is om daar iets van te zeggen ja. of te handelen. Ja, want dat is ook nog zoiets, vooral bij vrouwen, je mag niet boos zijn, woedend. Vrouwen mogen niet boos dat, zijn. Dat, dat mag niet. Dat zeg ik op de opleiding ook altijd. Vrouwen ja. mogen niet boos zijn, jongens mogen niet huilen. Ja. Dus wij hebben heel veel verstoten, verdriet, hebben te weinig gerouwd. Ja, dus dan, als je dan in therapie gaat, zoek dan een therapievorm waar je mag gaan rouwen. Welke is dat? I don't know. In... Ja, er zijn ook zoveel manieren om dit allemaal te ja. doen. Dus het is goed om gewoon iets te kiezen wat bij je past. Nou, dat is heel belangrijk: dat mensen echt dus kiezen wat bij ze past, maar vooral wie bij ze ja, past. Ja, precies. Want in de relatie, in het gezin, maar ook in andere relaties is dit veroorzaakt. Dus het kan alleen maar opgeheven worden, de vloek kan alleen maar opgeven worden door iemand die. Met compassie en met liefde en empathie. Met je meewandelt. En ja, af en toe een schop onder je kont geeft. Wat een goede therapeut ook kan doen. Maar je ook spiegelt en warm is en liefde. Alles wat je vroeger thuis niet kreeg. Dat je dat alsnog samen met die therapeut of coach gaat verkennen. Of met die methode waar je mee bezig bent. Ja. Dus ik geloof ook niet in, uh, in one size fits all. Nee. Dat je moet gaan ontdekken wat er bij jou past. Precies. En wie erbij past. Wie erbij past. Duidelijk. Ja. Lars, ben ik vergeten iets te vragen hierover? Ik weet dat het, het is super breed is. Dus ja. Waarschijnlijk kunnen we nog wel uren over praten. Maar iets waarvan je vindt dat het belangrijk is om nu alsnog te noemen? Nee, ik denk dat we in grote lijnen gewoon een heleboel dingen zo aangestipt hebben. En uh, ja, ik ben benieuwd wat jouw kijkers ervan vinden. Ja, ik ook. Ja. Laat het de, weten de, in de, de comments. Love, love it in mij, die zit al klaar. Ja. Zeg dat, <laughs> dat het heel goed was, hè? Ja. Ik vond het ruk aan. Ja. Maar. Ja, nou, een Goed moment om daar dan weer mee om te gaan. Ja, absoluut. Ja, super. Ik ga je heel erg bedanken. Ja, jij dankjewel het echt voor de uitnodiging. En deze waardevolle informatie hebt gedeeld met ons. Yes. En uh, ik hou je aan de volgende keer. En waar dat over gaat, dat beslissen we dan wel. Dat is goed. Als je daar ideeën bij hebt, natuurlijk, waar je Lars de volgende keer over wil horen, laat het dan even weten. Ook wat je van deze video vond. Stuur hem door, like hem en vergeet niet te abonneren. Dat maakt echt een wezenlijk verschil voor mijn kanaal. Steunen kan op verschillende manieren. Kijk even op senoorshi.com slash doneren, hoe je een financiële bijdrage kan leveren. Maar ook als je tips hebt voor onderwerpen of misschien gasten die je hier graag ziet zitten, laat het me weten en dan kijk ik er even naar. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.